Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Stichtse Vecht. Vandaag in de studio fotograaf Ineke Vernimmen over het boek Veteranen in de Stichtse Vecht. Hallo, welkom. Dit jaar brengt u een boek uit genaamd Veteranen in de Stichtse Vecht. Ja. Hoe is dit initiatief ontstaan? Ik ben op het idee gekomen in 2014. Toen fotografeerde ik voor de gemeente de veteranenbijeenkomst van Stichtse Vecht, die toen in Breukelen werd gehouden. Mm-hmm. En destijds was Jaap Verkroost waarnemend burgemeester en die vertelde dat er 350 veteranen zijn in Stichtse Vecht. Oh, dat is best wel veel. Nou, dat dacht ik dus ook, van dat is best veel. Hoeveel had ik gedacht? 60, misschien 100. En op dat moment realiseerde ik me, ja, ik weet er gewoon ook helemaal niks van. Nee. En toen dacht ik van, nou, dat zou eigenlijk misschien best wel mogen. Ja. En nou, als ik zoiets denk, dan denk ik ook altijd, god, wat kan ik daar dan mee doen? Nou, daar is het idee ontstaan om een boek te gaan maken. Gaat het dan alleen over oude veteranen of ook over jonge? Het gaat over oude en jonge veteranen, mannen, vrouwen. We hebben alle veteranen aangeschreven, gevraagd of ze wilden meewerken. 33 die hebben daarop gereageerd dat ze inderdaad wilden meewerken. Ja. En 15 veteranen, daar hebben we een interview mee. Ja. Die worden geportretteerd, interview en foto. En dat varieert van een militair van de Tweede Wereldoorlog. En meest recent is iemand die uitgezonden is geweest naar Mali in 2014. Okay. Dus best divers. Dus alles daartussenin komt voorbij. Ja, en ik had op uw blog ook gelezen dat dit boek wordt gerealiseerd door middel van crowdfunding. Ja. Hoe staat het daarmee? Nou, we zijn vandaag 2 weken bezig. Ja. Het streefbedrag is 5000 euro. Mm-hmm. Daarmee kunnen we 400 boeken laten drukken. En we zijn ongeveer halverwege. Dus okay. Dat is na 2 weken een heel mooi resultaat. Wat is precies het bedrag waar u op dit moment op staat? We staan op 2245. Oké, okay. Nou ja, dat is best wel veel geld na 2 weken. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Heeft u het gepromoot? Of? Ja, dat is Gerda Mensing, tekstschrijver. Ja. En ik zelf hebben onze naaste kring aangeschreven, opgebeld, uitgenodigd. En daar heeft men gehoor aan gegeven. Ja. Er zijn ook veteranen die al gedoneerd hebben. Ja. En de bedoeling is nu dat het wat verder in de Stichtse Vecht verspreid wordt. Ik heb ook bericht op Facebook gezet, op Twitter, op LinkedIn. Heb dat ook aan anderen gevraagd te doen. En ja. Ik hoop dat het verhaal hier vanavond daar ook aan bijdraagt. Dat mensen enthousiast raken en dat ze mee willen doen aan de crowdfunding. Want hoewel we al de helft hebben, moet de andere helft ook nog komen. Ja. Want hebben we het bedrag niet, dan kan het boek ook niet gegeven worden. Nee, precies. Dat is dus wel erg belangrijk voor de realisatie. En de mensen die dus meedoen met de crowdfunding, die krijgen dan ook het boek. Okay. Dus niet dat je alleen maar geld geeft, je krijgt ook er staat natuurlijk ook altijd terug. Wel een tegenprestatie tegenover, inderdaad. En wat is eigenlijk precies de doelgroep? Iedereen die een boek kan bekijken, kan lezen. Wat we namelijk ook willen doen, we vragen iets wat meer geld aan een donateur dan dat het boek daadwerkelijk kost. Omdat we ook boeken willen geven aan alle bibliotheken en schoolbibliotheken in Stichtse Vecht. Ja. Omdat we het heel belangrijk vinden dat de jeugd ook weet dat er ook in deze tijd mensen zijn die in het buitenland zich inzetten voor vrede en veiligheid. Dus ook jeugd, ja. Dus ook de jeugd. Ja. Ja. Oké. Okay. U zit midden in het proces. Ja. Hoe ervaart u het? Ik vind het heel leuk, maar ik vind het ook wel heel erg spannend. Ja. Want je hoopt natuurlijk toch dat we het bedrag bij elkaar gaan krijgen. En dat kan ik niet alleen, daar heb ik anderen voor nodig. En ik hoop van harte dat er voldoende mensen meedoen. En hoe lang denkt u erover te doen om het bedrag bij elkaar te krijgen? We hebben 40 dagen de tijd voor. 40 dagen? Het loopt tot en met 25 maart. Oké, okay, en dan moet het boek ook... Dan moet het bedrag er zijn. Okay. En Gerda Mensing doet op dit moment de interviews. Ik maak de foto's. Oké, dus jullie doen het echt met z'n tweeën? Wij doen het met z'n tweeën. Ja. Ja.
Oké, okay, en is het dan dat het boek straks alleen naar de bibliotheken gaat, of dat het ook in de winkels terechtkomt? Of dan? Dat moeten we nog bekijken, maar in principe is dit zeg maar een soort van voorinschrijving voor het boek. Mm-hmm. Zodat wij precies weten hoeveel boeken dat we kunnen laten drukken, zodat we niet dadelijk met dozen vol boeken die we wel betaald hebben, maar die niet... Precies, dat is niet de bedoeling. Nee, en hoe hebben de veteranen er eigenlijk tot nu toe op gereageerd, op dit initiatief? Degene die ik daarover gesproken heb, die zijn heel enthousiast. Ja. Die vinden dat heel erg leuk. Ja. Ja. Ik ben toevallig vanochtend bij het Veteraneninstituut geweest, Landelijk Instituut. Mm-hmm. Er gaat deze week ook een mailing nog een keertje uit naar alle veteranen in Stichtse Vecht, dat ze op de hoogte zijn van de stand van zaken. Ja. En ook daar waren ze heel enthousiast dat er zo'n initiatief genomen wordt. Ja, en hoopte nog dat er meer veteranen zich aanmelden om een soort van medewerking te verlenen aan het boek? Of heeft u aan 33 veteranen voldoende? Wij hebben op zich voldoende. En wij hebben ook alle veteranen destijds aangeschreven. Neemt niet weg dat als er nog iemand is die vindt dat hij een verhaal heeft wat er per se in moet, dan kan hij zich zeker aanmelden en dan kijken of dat mogelijk is. Ja, ja. En u had het over Facebook en Twitter. Ja. Hoe heet dat dan en waar kunnen mensen dat vinden? Dat is mijn account, Ineke Vernimmen. Oké. Okay. Op LinkedIn en op Facebook. En het weblog, dat is, weet ik dat uit mijn hoofd, veteraneninstichtsvecht.wordpress.com. Ja. En iedereen, je kan gewoon doneren ook voor de crowdfunding? Als je wilt doneren voor de crowdfunding, dan moet je naar de crowdfundingpagina. Ja. Dat is van Voor de Kunst. En dat is voordekunst.nl/projecten/. 4063. Oké, dat is duidelijk. Als laatste, als mensen nou nog meer informatie willen over het boek, of over het proces, of over de crowdfunding, heeft u dan nog een andere website of is het in de kunst? Dat is in de kunst en ze kunnen mij altijd een e-mail sturen en dat is foto@inekevernimmen.nl. Oké, okay. Ja. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Mocht u nou nog meer informatie willen, dan kunt u naar onze website of naar indekunst.nl.